toen uiteindelijk merkte ik dat ik toen heel misselijk werd. Toen moest ik hem echt overgeven. 10 euro van Marktplaats gehaald. Samen 10 euro. Nou, ik krijg echt een zieke dikke hoofd van, maar ik heb een maskertje op gedaan. Hoe lekker ziet dit eruit? Amazing! Goedemiddag, het is vandaag maandag en welkom bij weer een nieuwe weekvlog van mij. Het is nu al iets voor 3 en dat heeft een verklaring, want ik ga even zitten hoor. Oh, ik heb afgelopen week niet gevlogd, maar er kwamen zoveel weekvlogs nog online dat ik dacht, nou dat is op zich prima. Ik was gisteren al de hele dag een beetje misselijk, maar ik had zaterdag ook wat wijntjes gedronken, dus dat had op zich wel een reden, dacht ik. En s'avonds was het al wat minder geworden en het waren mijn schoonouders langs gekomen. En toen, zo, ik word weer een beetje misselijk. Dus, nou prima. Ik ging slapen met Stef. Toen, 's nachts om 3 uur, 4 uur, werd ik opeens wakker van de misselijkheid. En ik tikte Stef zo aan, het was op een gegeven moment zo erg. Ik had al een teltje gepakt en ik was al voor de wc gaan zitten en niks hielp, zeg maar, of het kwam er nog niet uit en ik wist gewoon niet meer. Ja, dan ben je van ellende en denk je echt, wat de fuck moet ik doen, want ik ben zo misselijk. Dus ik tikte Stef aan en hij zegt altijd, als er iets is, mag je me altijd wakker maken. En dat andersom natuurlijk ook. Dus ik maakte hem wakker en hij zei gelijk, oh schatje, gaat het wel? En ik was gewoon een beetje aan het trillen en zo. En toen had hij ook het lichtje even aangedaan. En toen uiteindelijk merkte ik dat ik toen heel misselijk werd. Dus toen moest ik ook echt overgeven. Maar mijn lichaam dacht, ja, ik weet niet, dus dat denk ik niks in mijn lichaam. Alsof ik niet het avond had gegeten. Dus er kwam niet zoveel uit. En voor, ja, heel smakelijk verhaal. Maar als je dat wel eens hebt meegemaakt, dan weet je hoe vervelend dat is. Want dan kost dat nog veel meer moeite. Want je lichaam gaat wel iets uitproberen te werken. Ik bedoel, dat is hetzelfde als je op de zee gaat zitten en dat je niet hoeft te poepen, maar wel heel hard gaat persen. Ja, op een gegeven moment ben je dan wel helemaal kapot, denk ik. Een goede vergelijking. Nou, toen tanden gepoetst, wat water gedronken, even gaan slapen weer. Toen vanochtend om 6:30 of zo ging de wekker van Stef. Nala. Hey. Toen ging de wekker en toen dacht ik, nou, ik voel me wel goed. Totdat ik weer wakker werd en totdat mijn lichaam weer een beetje wakker werd, zeg maar. Ik was wel wakker, maar moet een beetje weer in je systeem komen, toch? En toen werd ik weer kotsmisselijk. Toen zat ik hier op de bank, ook weer met het teltje. En toen moest ik weer overgeven. Dus nou, heel stom. Ik vond het ook heel zielig voor Stef, want die had ernstig geslapen. En die was midden aan zijn ontbijt bezig. Toen ik weer zo, En toen had hij 2 crackertjes gemaakt. En toen heb ik heel weinig gegeten vandaag verder. En nu ging het wel weer wat beter. Ik merk wel, ik moet wel rustig aandoen. Dus ik ga gewoon even langzaam even wat dingetjes voor school doen. Dit heb ik een beetje gegeten vandaag. Dit is gewoon letterlijk bouillon. Een bouillonblokje in gekookt water en rijst. Dat kreeg ik vroeger altijd van mijn ouders als ik ziek was. Ik ga even het raampje openzetten, want ik ben ook echt gewoon een beetje benauwd of zo. Dat helpt ook niet. Het voelt alsof ik gewoon de hele tijd in een auto zit. Ik heb een zieke waagziekte. Zo, even lekker het raampje open. En dan ga ik in ieder geval zorgen dat, ja, ik ben ook een beetje met school het overzicht kwijt of zo. Het is alsof mijn hoofd zichzelf heeft uitgeschakeld sinds ik periode 1 allemaal heb gehaald. Zo goed was opgehaald. Dus dat moet ik ook even gaan oppakken. Dat wil ik vandaag een beetje proberen te doen. En wat stages terugmailen. Zo, ik merk echt dat ik nog steeds wel moeite heb met lang verhaal kletsen en ik dacht dat ik echt wel weer, want ik had mijn nagelafspraak ook afgezegd. Ik dacht net, oh, ik had er misschien wel heen kunnen gaan, maar nu denk ik, nee joh, dat had je zeker niet moeten doen. Poeh. Heftig. Wel iets heel leuks trouwens, we hebben nieuwe barstoelen. Die hebben we voor letterlijk 10 euro van Marktplaats gehaald, samen 10 euro. Nou, echt top, je kan ze verstellen van hoogte, je kan draaien en hier ga ik lekker nu aan de school zitten. Je bent een beetje een boefje vandaag, hè? Ja. Ik heb een pakketje binnen gekregen. En dit is niet betaald, maar gekregen, zeg maar. Dus, hallo. Oh, wat is dit? Oh, een scrub. Oh, wat was dit dan? Oh, dat is de mask.
face cloth en headband. Oh, dit wilde ik dus al heel graag. Want ik heb altijd dat masker in mijn haar gaat zitten. Ik vind het ook echt, ik maak het zo open. Amazing hoe het eruit ziet. En een brush. Nou, ik vind het echt top. Hoe heerlijk. Ik ben zo benieuwd, want ik krijg echt van vet veel mensen hadden al gestuurd van je moet dit masker gaan gebruiken. Want dat is goed voor je huid. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik maak hem even open. Mask instructions. Wat een mooi potje. En het is trouwens ook... Ja, hier. Er zit geen parfum in, dat is heel goed. Het is glutenvrij, vegan en cruelty-free. En dat betekent dat het niet getest is op dieren. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dit zit in dit doosje. Een headband en een washandje om het ermee af te halen. Zo cute. En dit is dus een scrub. Ik krijg hier echt een zieke dikke hoofd van, maar ik heb een maskertje op gedaan. Ik heb hem ook een beetje bij Stefan gedaan. Dit is echt gezellig. Het is echt gezellig. Hey, niet mijn film hier, hè? Jee? Ik heb echt een ziek, raar, dik hoofd dat ik dit ding op heb. Bij sommigen is het echt cute, maar... Nou, bij jou niet. Nee. Nee, duidelijk niet. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben gelukkig weer helemaal beter. Denk ik. Ja, ik voel me niet meer misselijk, dus dat is heel fijn. Ik heb me al helemaal aangekleed en ik heb ook al wat foto's gemaakt voor een campagne met Ideal Sweden. Want die moest ik vandaag ook echt aanleveren, maar omdat ik gisteren ziek was, heb ik die niet kunnen maken. Ik heb om 11 uur een meeting, online meeting, met een eventuele afstudeerstageplek, zeg maar. Dus dat vind ik echt super spannend, want het is, ja, ik heb dat sowieso nog nooit gedaan. Ik heb ook nog nooit stage gelopen. Heel veel anderen uit mijn klas wel. En heel veel anderen hebben ook al wel eens zulke gesprekken gehad. Ja, ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik weet wel hoe ik mezelf moet presenteren, denk ik. Dus ja, dat moet op zich wel goed komen. Ik heb vandaag dit aan, want ik dacht, ik doe een beetje een nette outfit aan. En toevallig wilde ik dit ook graag aan voor de campagne, omdat het een beetje diezelfde kleuren hadden. Dus toen dacht ik, nou, dan heb ik een nette outfit aan voor het gesprek. Ik ben echt helemaal in love met die Spencers. Ik wil er eigenlijk nog wel wat meer kopen. Eigenlijk heb ik deze om vandaag. Mijn brace. Daar heb ik echt geen zin in. Het is gewoon, iedereen vraagt gewoon de hele tijd, wat is er aan de hand met je pols, weet je wel. En ik heb gewoon geen zin om dat te beantwoorden. En ja. Maar, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En mijn haar is super vettig. Ik heb hier een puist. En hier pas, ik ben weer heel blij wakker geworden. En de vaat is echt een troep. Nou, ik ga eerst even mijn haar wassen. Om 2 uur heb ik een afspraak in Zeewolde. Om mijn nagels af te laten halen. Alleen, Stef zei net, hoe heb je de auto echt nodig? Want ik moet even wat halen. Even cadeaubon of zo voor iemand. En toen zei ik van, ah, nee, neem maar mee. Toen dacht ik ga wel met de bus. Nou, uiteindelijk is dat helemaal niet handig. Maar ik moet maar even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb vandaag ook weer een stagegesprek. Gisteren ging heel goed. Ik heb hem nu gewoon echt zeg maar, op kantoor in Harderwijk bij een makelaar. Maar ik ga eerst even douchen, want dan anders is mijn haar niet droog. Voordat ik ergens heen ga. In de intratuin. Heel erg mindfuck, maar kijk. Hoe groot is het klein? Ik weet niet of het overkomt in beeld, maar... Dit is echt zijn hand. Dus wij helemaal naar Barneveld, ook zodat ik eventjes weer ging rijden, want ik heb echt nog steeds rijangst. Dat was een half uurtje rijden naar de intratuin. Zeiden ze, ja, als je een kerstboom wil, dan zou ik hem nu een weekje nog buiten zetten en dan pas binnen in je huis. Want anders houdt hij niet vol tot kerst. Dus ja, wij nemen nu geen kerstboom mee, want dat doen we dan wel de volgende keer. Maar we hebben wel deze kerstbollen gekocht. En hey, wil je dat even weghalen? Dat mag niet. Een hele mooie piek. Snoepjes voor Nala. En deze hele mooie knoepert. Oh ja, en... Voorzichtig, voorzichtig. Deze voor in de boom. Dat is toch hilarisch.
Goedemorgen. Nou, dat was mij vanochtend. Stef die schrok wakker om 9:15. En die moet altijd om 8:30 beginnen met werken. Dus hij had zich verslapen. Ik weet niet of hij zijn wekker had gezet. Ik denk dat misschien helemaal is vergeten dat hij zo moe was. Dus die schrikt wakker en is heel snel weggegaan. Ik heb snel brood voor hem gesmeerd zodat hij daar nog kon ontbijten. Toen ben ik zelf, was ik ook vergeten dat ik nog een les had waar ik expres zoveel vragen wilde stellen. Dus daar ben ik toen snel ingegaan. En nu heb ik mijn ontbijt gemaakt. Mijn ontbijt is een broodje met smeerkaas en een broodje met mosterdroladen. Kijk nou trouwens hoe mooi deze planten hebben gisteren gekocht. Ik ben er helemaal verliefd op. Ik had gisteren trouwens ook een gesprek voor mijn afstudeerstage. Ging super goed, waren ook echt super aardige mensen. Dus ik ben er heel enthousiast over. En ik heb vandaag nog een afstudeerstagegesprek in Nunspeet. Dus daar ga ik ook heen vandaag. Voor de rest ga ik vandaag gewoon weer aan school. Ik moet echt wel dingetjes soort van inhalen die ik nog niet helemaal goed had gedaan. Maar ik ga eerst, ik heb mijn telefoon zo. Ik ga eerst even ontbijten eindelijk. Nou, ik heb mijn derde gesprek gehad. Deze van deze week, mijn afstudeerstagegesprek. Deze ging goed en die van gisteren ging ook heel goed. En die van dinsdag was het, ging ook goed. Alleen die was wat verder weg in Rotterdam. Dus ik weet nog niet of dat helemaal mijn ding is. Sorry, helemaal afgeleid door een mailtje die ik had gehad. Ja, nu ga ik een beetje het huishouden weer doen. En jij moet even stoppen met in mijn laptop bijten. Zij bijt in mijn laptop, is echt niet oké. En ik wil eigenlijk vanavond even vragen of Stef niet wil sporten. Want dan wil ik lekker aan tafel eten samen of zo. Even lekker gezellig. Romantisch. Ik heb lekker gekookt. Dit is gnocchi met parmaham, asperges, erwten, lekkere kop. Ricotta en parmezaanse kaas. Njam, njam, njam. En we gaan nu heerlijk Temptation Island kijken. Zoveel zin in. Ik vlog zo weinig. Ik heb mijn make-up eraf gehad en ik heb dit helemaal lopen openkrabben net. Echt slecht. Maar we hebben dus... waar is het? Waar is die taart? Oh, hier. Van een vriend van Stefan. Red Velvet taart meegekregen. Hoe lekker ziet dit eruit. Amazing. En deze proeven volgens mij ook. Kijk nou. Lekker de voice kijken ook. Echt heel chill. Goedemorgen. Het is zaterdag vandaag en Steven is ook weer naar school. Dat vind ik echt altijd stom. Ik heb liever dat hij op vrijdag gewoon school heeft. Mijn haar is super vettig, dus dat ga ik lekker wassen. En voor de rest ga ik vandaag aan school. Ik moet mijn Sinterklaas cadeautje bestellen. Want wij vieren volgende week zondag Sinterklaas. Wel via videobellen, want we hebben vier verschillende huishoudens. 8 mensen in het gezin, dus dat kan helaas niet. Ja, dat is een beetje het huis weer opruimen. Kijk hoe groot zij wordt. Ja. Nou, ik ga even douchen. En dan zie ik jullie zo. Ik ben al een tijdje gedoucht. En ik heb geen zin om vandaag make-up te doen. En ik laat mijn haar even helemaal drogen. Het is namelijk beter om je haar eerst helemaal te laten drogen. Of te feunen. Maar dat is ook weer slecht voor je haar. En damp is uit te worstelen. Dus daarom ziet het er echt niet uit. Maar ik ga nu eventjes aan mijn gedicht. Voor Sinterklaas. Ik kan nog niet zeggen welk loodje ik heb getrokken. Dus... dat stel ik jullie in de volgende weekvlog. Stefan is ook weer thuis. En ik heb bijna de hele dag geslapen. En Stefan net ook. Echt waar, we zijn echt allebei super moe. Maar ja. Kom eens. Deze vind je heel lekker, hè? Ga zit. Goed zo, schatje. Dat is evenveel werk als dat er nu is. Ja, oké. Okay. Oh nee. Ja, we hebben geen zin om te koken en ook geen zin om pizza te halen bij Jumbo, wat eigenlijk veel goedkoper is dan dit. Maar dat geeft niet. Heerlijk. We hebben het even door midden gaan, want we gaan delen. Goedemorgen, het is vandaag zondag en Stefan is nu lekker gaan sporten. We zijn lekker rustig wakker geworden. Ik had gisteren mijn haar gewassen, maar ik voelde net zo aan de achterkant hier. En daar is het echt nog super vettig, dus ik ga het maar nog een keer wassen, dat vind ik echt verschrikkelijk.
Ik ben lekker met Nala aan het knuffelen en... Auw! Ik ga zo het cadeautje inpakken voor mijn schoonzusje, want die was gisteren jarig en gaan vanavond eten. En verder is het een beetje een... dagje om gewoon te gaan leren. Of in ieder geval dingen voor school te doen. Ik moet wat mailtjes beantwoorden. En we moeten even stofzuigen, boodschappen doen, dweilen. Badkamer schoonmaken, een beetje die dingetjes die je vaak op een zondag doet. Maar ik ga eerst eventjes lekker douchen en mezelf... Nou, dat is trouwens... Ik zit even te denken, want ik vind het altijd heel kut om eerst douchen en dan alles schoonmaken ofzo. Want ik voel me altijd wat viezer als ik alles aan het schoonmaken ben. Misschien ga ik eerst wel even de badkamer schoonmaken ofzo. Ja, dat denk ik wel. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.